Deze week is het Internationale Vrouwendag. Ook bij VNO-NCW MKB Noord besteden we daar aandacht aan. Dat doen we door met een aantal partijen in gesprek te gaan over de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers. Vandaag spreken we met Marcella Ensel. Zij is directeur bij Ensel Staalconstructies in Dokkum. Van haar willen we meer weten hoe het is om als vrouwelijke ondernemer aan de top van zo'n groot bedrijf te staan. Nou, ik heb gemerkt toen ik het bedrijf van mijn man binnenkwam, dat er eerst wel argwanend naar mij werd gekeken. Hè? Want je moet je als vrouw dan toch maar extra gaan bewijzen. Maar gelukkig word ik niet als vrouw achter de man bekeken. En vorm ik samen met mijn man een heel hecht team. We hebben allebei onze eigen kwaliteiten en eigen competenties. Ja, de ene sterker in techniek en de andere op andere vlakken. Er zijn verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke ondernemers. Alhoewel ik daar de nadruk niet op leg. Ik zie heel veel vrouwelijke ondernemers die heel krachtig zijn en een eigen stijl hebben ontwikkeld. En ik ben me bewust dat er een verschil is tussen man en vrouw, maar dat je vooral naar de persoon moet kijken. Vrouwen gedragen zich op sommige vlakken wel anders op de werkvloer. En dan denk ik met name aan, en als ik dan naar mezelf kijk, van doe ik het wel goed genoeg? Zou ik het wel kunnen? Toch wat meer rolbewust, denk ik. En ook meer op zoek naar bevestiging. Of je het wel doet zoals het hoort. En mannen gaan daar, denk ik, wel wat luchtiger mee om. Dus daar zouden vrouwen nog wel wat van kunnen leren. Nou, en als je een vrouw je profileert als ondernemer, dan lig je toch wel onder een vergrootglas. En dan wil je je extra bewijzen, dan ga je extra je best doen. En als je het goed doet, nou, dan ben je toch wel een hele pittige dame. En als je het slecht doet, dan ben je, dan komt het omdat je een vrouw bent. Dus er zijn toch wel enige vooroordelen op te merken. En wat doe jij daar zelf aan, zeg maar? Vind jij het vervelend om dan die pittige dame te moeten zijn? Of kan je genoeg jezelf staan en in je eigen kracht staan, genoeg jezelf zijn en in je eigen kracht staan op de werkvloer in jouw functie? Ik denk dat ik een stijl heb ontwikkeld die vooral dicht bij mezelf ligt. En ik denk dat dat ook wel de crux is. Of probeer jezelf te zijn. Uiteindelijk zou het ook geen verschil moeten maken. Hè, als je als man of vrouw leidinggevende bent. Het is meer hoe je wordt bekeken door je collega's, door je werknemers. Ik denk dat mannelijke werknemers ook moeten wennen aan een vrouwelijke leidinggevende. Dus het is niet alleen dat het de kwaliteiten van de vrouw meespelen, maar ook tegenover wie kom je te staan. Ja. Maar goed, ik zie diversiteit als veel groter. Het heeft voor mij niet alleen met man-vrouw te maken, maar het heeft ook te maken met leeftijd. Het heeft te maken met achtergrond. Het heeft te maken vanuit welk milieu kom je. Dus het is veel meer dan man-vrouw. En ik denk dat je een goed team kunt krijgen door naar al die factoren te kijken. Dat zou het meest ideale team kunnen zijn. Ja, de voordelen die ik had in ieder geval is dat ik altijd in een mannelijke omgeving heb gewerkt. Waardoor ik eigenlijk gewend ben om altijd ook met mannen te werken die dominant zijn. Zodra ik in een vrouwelijke omgeving kwam sinds een paar jaar, merk ik heel erg dat ik wat meer afzijdig word. En dat ik wat minder dominant in die kringen zit. Dus in dat geval kijk ik heel erg op tegen vrouwelijke managers bijvoorbeeld. Maar schrikken zij me ook ergens wat af? Ik denk dat er zeker verschillen zijn in vrouwelijke en mannelijke ondernemers. Niet zozeer in de kwaliteiten, maar misschien wel in de sector waar ze zich in bevinden. Dat mannen meer neigen naar IT. Dat er meer vrouwelijke ondernemers in de zorg en in de hospitality zijn. Ja, ik denk dat een vrouw zeker om in een hogere functie te komen letterlijk haar mannetje moet staan. En daarmee dus een bepaalde rol aannemen dat heel intimiderend over kan komen. Maar ook dat je het overwicht kan houden. Eigenlijk een beetje de mannelijke eigenschappen. Wat we dan vinden dat daarbij hoort. En dat zijn de vrouwen die over het algemeen dan ook in zo'n positie komen. En dat mag ook best wel anders. En onbewust ben ik daar heel erg mee bezig. Om ook over te komen zoals de maatschappij dat ze heeft ingericht. Dat vrouwen ook heel erg vriendelijk zijn. Heel zorgzaam en gezellig en leuk. Terwijl ik ook gewoon natuurlijk niet op mijn mondje ben gevallen. Ik heb ook een sterke mening. En ik kan ook net zo goed sterk op mijn benen staan. Net zoals een man. En wat houdt je dus?
Ja, ik merk wel in een aantal bedrijven dat er wel aandacht is voor genderverschillen en voor de diversiteit. Dat merk ik voornamelijk bijvoorbeeld in overheidsinstanties. Ik werk nu voor de GGD dat dat wel heel erg zo is. Maar echt in de corporate bedrijven, zoals multinationals, is dat nog veel ouderwetser, die structuur. Heb jij zelf ook, toen jij hier kwam misschien wel, heb jij zelf ook vooroordelen gehad over vrouwen op de werkvloer? Die heb ik binnen mijn eigen werksfeer niet ontdekt. Ik heb wel in het verleden tijdens een sollicitatiegesprek wel eens de opmerking gekregen van nou, je gaat je werk en een bestuur en kinderen combineren. Van hoe denk je dat eigenlijk te gaan doen? En toen ik die vraagsteller daar onlangs mee confronteerde van weet je nog, toen ik bij jou op gesprek was, toen heb je mij gevraagd van hoe ga je dat met je kinderen oplossen? Kreeg je het schaambrood op zijn kaak en zei die van, nou die vraag zou ik nu nooit meer durven stellen. Dus ja, dat geeft ook aan dat je weer ook in een andere tijdspanne komt. En dat de vraag zal nog wel eens gesteld worden, denk ik. Maar niet meer zo specifiek als toen. Ik ben niet specifiek een voorstander van het vrouwenquotum. Hè, want als vrouw wil je toch meestal gekozen worden om de kwaliteiten die je hebt. En niet om je man-vrouw zijn. En als ik om me heen kijk, zie ik dat meisjes over het algemeen beter presteren op school. Meer voor een vervolgstudie kiezen. En dat uiteindelijk zal er een moment aanbreken dat er meer vrouwen op bepaalde posities terechtkomen dan mannen. Dus ik denk dat we het ook de tijd moeten gaan gunnen. Er zijn diverse organisaties waar diversiteit een hele grote rol speelt. En dan kijk ik met name naar bijvoorbeeld een bank, een ziekenhuis, een school, universiteit, waar alleen maar vrouwen mogen solliciteren om toch dat kwotum te behalen. Ja, ik zou graag willen dat wij die keuze en die luxe hadden binnen onze branche. Ja. Dat er vrouwen zijn die kunnen toetreden, heel graag zelfs. We hebben een aantal jaren terug binnen ons bedrijf een vrouwelijke stagiair HBO-werktuigbouw gehad. Nou, wat ontzettend leuk was, goed voor de sfeer. Maar goed, zij was het enige meisje in haar lichting. Dus het geeft al aan hoe weinig keuze er op dat gebied is. Ik denk dat het heel belangrijk is om bij de jeugd te beginnen. Eigenlijk vanaf jongs af aan al meisjes meer in hun kracht te zetten. Dus dat ze niet meteen worden bestempeld als lief en mooi. Want dat is meestal zo, hè? Jongens zijn stoer en sterk en meisjes zijn lief en mooi. En het lijkt me heel, heel goed om dat om te draaien. En ook middels die rolmodellen in de politiek en in managementposities, ook op hogescholen, om dat meer te stimuleren. Ja, wat ik heel erg merk vanuit mijn opa en oma is dat hun nog heel erg vastzitten in het oude patroon van dat de vrouw achter het aanrecht staat en de man voor inkomen zorgt. En bij mij is het eigenlijk altijd zo in de opvoeding geweest vanuit mijn moeder zijnde dat een vrouw sterk op haar eigen benen moet staan. Je moet je eigen dingen kunnen doen en daar heb je geen partner voor nodig, maar je moet wel jezelf ontdekken. En als er een partner bij komt, is dat natuurlijk hartstikke leuk, maar je moet eerst jezelf kunnen redden. Ik denk dat mijn generatie er veel meer mee bezig is. Ja, sowieso heeft social media daar een grote invloed in. Waardoor we meer bewust worden ook van de verschillen. En ik denk dat dat vroeger minder duidelijk was. Maar ik denk ook wel dat we veel mondiger zijn. En bezig ook met de voordelen van, als iedereen wat meer gelijk wordt behandeld. 5 jaar geleden ben ik samen met een aantal andere dames een netwerkclub gestart. De club heet Ladies Business Club Lauswold. Het is een netwerkclub met inmiddels 30 dames vanuit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Die elkaar op een of andere manier willen versterken door ervaringen uit te wisselen. Door samen met elkaar te delen waar je tegenaan bent gelopen als vrouw in je werkzame leven. En ja, het doel is uiteindelijk een inspirerende avond met elkaar te hebben. Ja. Doel van de Business Club is om vrouwen met elkaar in aanraking te laten komen, om elkaar te ontmoeten, elkaar te inspireren, ervaringen te delen. Ja, en is het nodig dat je dan alleen met vrouwen aan tafel gaat zitten? Dat is een hele goede vraag. Wij merken dat vrouwen het fijn vinden om gelijkgestemden te treffen, om ook hun kennis te delen en met name het mentorprogramma dat we binnenkort gaan starten. Dat openstaat voor jonge vrouwen die de arbeidsmarkt gaan betreden. Die willen we graag een steuntje in de rug geven. Komt dat? Dat heeft waarschijnlijk
Het feit of het verschijnsel dat vrouwen beter hun best willen doen, zich meer willen bewijzen, heeft toch te maken met een vooroordeel wat er nog steeds heerst. Dat vrouwen minder competent of minder op hun plaats zijn dan mannen in bepaalde functies. En als je daarin zit, dan wil je ook laten zien dat je het wel kunt. Ja. Dat je als vrouw in je kracht moet staan en je hart moet volgen en doen waar je goed in bent. En niet omdat het een specifiek mannen- of vrouwenberoep is. Ik denk dat dat een hele eye-opener voor jezelf kan zijn. Ja. Dankjewel Marcella voor dit mooie gesprek. Morgen gaan we in gesprek met Mark Vletter en Dagmar Hogendorp van Voice. We gaan met hun praten over hoe Voice bezig is met diversiteit. Ja. Dus volgens mij, en er zit gewoon heel veel waarde in de verschillende perspectieven. En ook juist in die verschillende kenmerken die misschien ook wel juist onterecht misschien soms wel worden toegeschreven aan mannen of onterecht worden toegeschreven aan vrouwen. Aan vrouwen, ja. Maar toch ook wel weer voorkomt. Die denk ik het bedrijf juist meer vooruit kunnen helpen. Ja.